Hallo en welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik je herfstoutfit inspiratie geven. En allereerst deze sweater dress van The Pieces. Ik heb hier een leuk riempje omheen gedaan om het wat stoerder te maken. En dat riempje komt van de Costes. En het fijne aan het riempje is dat je hem altijd zelf kan verstellen hoe je hem wil. In je taille of om je broek heen, bij je heup. Deze kettingjes komen van My Jewelry en daaronder heb ik een panty van de Zeeman en mijn Dr. Martens. En dan de tweede outfit. De broek komt van Paul & Bear. En dan heb je het jasje en die is van de H&M. Die kan je ook heel cool dicht dragen, maar ik draag hem het liefst open. En het toffe aan het jasje is dat hij aan de zijkant een soort van opgepoft zit, wat een stoerder effect geeft. Het bovenste kettingje is van My Jewelry en het onderste kettingje is van Lucy's. Het topje komt van Shein. En de schoenen zijn weer mijn Dr. Martens, mijn faves voor in de herfst en winter. Dan outfit nummer 3. Dit rokje is tweedehands bij Rattenplan Den Haag gekocht. Ik weet niet waar die officieel van is. Volgens mij van de Stradivarius. De trui heb ik van Hipmode. Kettingjes is één ketting en die komt van de Pieces. En hieronder draag ik weer mijn Dr. Martens. Dan de vierde outfit. En het jasje komt weer van de H&M. Het is een lila jasje. En een wat warmer jasje dan normaal. Dus het is ideaal als lentejas of lekker als vest in de winter. Het topje komt van de Stradivarius en de broek weer van Pull & Bear. De fans heb ik tweedehands gekocht via United Wardrobe. Dus dat is ideaal als je op zoek bent naar mooie schoenen en je ze graag tweedehands wil vinden. Dan de vijfde outfit en dit is ook weer een stoere outfit. De trui heb ik van mijn zus overgenomen. Volgens mij is die officieel van de HEMA. De broek komt van Hipmode, een mooie leren paperback broek. Het bovenste kettingje komt van Lucy's en de onderste van Kralen Industrie. En heb ik mijn witte Puma's eronder. Hier is de zesde outfit alweer. De broek komt van Levi's, het vestje komt van Hipmode en de body komt van een onbekend merk. Ik draag hier twee kettingjes van Kralen Industrie en eentje van Lucy's. En weer fans van de United Wardrobe. Ook deze waren tweedehands. Ook leuk te combineren met Dr. Martens. Dan gaan we door naar de zevende en laatste outfit. Ook hier heb ik een overslag vestje van Hipmode. Een leuke jurk, die heb ik tweedehands gekocht en officieel is die van Lovies. Hieronder draag ik laarsjes die ik al een hele tijd geleden gekocht heb. Ik weet niet meer van welk merk. En het jurkje is ook leuk zonder het vestje, maar voor de koude dagen is het vestje er ook voor je natuurlijk ideaal. Je kan het jurkje ook nog leuk combineren met een riempje in de middel. En dat was dan de laatste outfit. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende video. Doei doei!